We gaan de tweede wet van Newton toepassen in een voorbeeldsommetje. En het sommetje beschrijft een situatie die iedereen wel bekend voorkomt. Namelijk, je staat in een lift en die lift begint te bewegen. En je weet al uit ervaring dat je dan jezelf of zwaarder of lichter gaat voelen afhankelijk van de beweging van de lift. Nou, we gaan kijken waarom dat is in dit sommetje. En we gaan ook zelfs uitrekenen hoe groot die kracht dan is. Dit is de lift. Er staat een persoon in, die is getekend als een cirkeltje. En de vraag is als volgt. Bereken de normaalkracht die op de persoon werkt als de lift stijgt met een versnelling, een eenparig versnelde beweging van 1,5 meter per seconde in het kwadraat. Tja, hoe gaan we dat aanpakken? Dan gaan we eerst eens kijken. Ik zet hem even bij, dit is de richting dus van de versnelling. Dan gaan we eerst kijken hoeveel krachten werken er eigenlijk op die man. Het zijn twee krachten. Een normaalkracht en een zwaartekracht. Nou, die zwaartekracht werkt natuurlijk altijd. Die trekt die persoon naar beneden toe. Maar er is ook een normaalkracht die ervoor zorgt dat die persoon niet door de bodem van de lift zakt. Dus de vloer van de lift duwt die persoon ook terug. Dat heet de normaalkracht. Een van de twee kunnen we redelijk eenvoudig uitrekenen. Want de zwaartekracht is m keer g. En de massa is bekend. En g weten we natuurlijk ook, want die is 9,81 meter per seconde kwadraat. Dus de zwaartekracht is bekend. Nu moeten we even de tweede wet van Newton gaan toepassen, want dit is in die zin een aparte situatie. Die man staat niet stil. Zou de man stilstaan, dan weten we allemaal onderhand dat de normaalkracht even groot is als de zwaartekracht. En ze heffen elkaar precies op en daardoor staat die man stil. Of hij beweegt met een constante snelheid. Maar geen van twee is op deze situatie van toepassing. Want deze persoon versnelt met een eenparig versnelde beweging naar boven toe. Wat zegt dan de tweede wet van Newton? Die zegt dan, omdat er sprake is van een versnelling, moet er een resultante kracht op die persoon werken. Daardoor gaat die persoon versnellen. Nou weten we de versnelling, dus we kunnen uitrekenen hoe groot die kracht moet zijn. De formule F is mLa geldt hier, de massa is 100 kg, de versnelling 1,5 meter per seconde kwadraat. Er moet een resultante kracht van 150 newton op die man werken. Er werken twee krachten. Uiteindelijk moet de kracht naar boven dus 150 newton groter zijn dan de kracht naar beneden. Nou, dan zijn we er eigenlijk al, want de kracht naar beneden weten we. Dat is de zwaartekracht, die is 981 newton. Dan moet de kracht naar boven 150 newton groter zijn. Is dus 1131 newton. Wil het helemaal goed doen, dan moeten we ook kijken naar de significante cijfers. En de significante cijfers zegt ons dat het antwoord in 3 cijfers gegeven moet worden. Want de versnelling is in 3 cijfers gegeven. En ook de massa van die persoon is in 3 cijfers gegeven. En ook g hebben we in 3 cijfers berekend of gebruikt. Het resultaat zegt ons dus dat gedurende die versnelling deze persoon zich iets zwaarder zal voelen dan dat hij zich normaal voelt. Namelijk 150 newton zwaarder.